De Verdieping, een podcastserie van het Zeeuws Orkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews over de komende concerten. De repetities vorderen en vandaag is de solist bij de repetities aanwezig. We spreken met Lisa Jacobs over het vioolconcert van Beethoven. Wat betekent dit voor haar als solist? Lisa, jij komt naar Zeeland om te soleren bij het Zeeuws Orkest. Wat betekent dat voor jou? Ik verheug me enorm om komende week het vioolconcert van Beethoven met het Zeeuws Orkest te mogen spelen. We spelen het maar liefst 7 keer. En ja, ik kan wel zeggen, dit vioolconcert is echt de koningin onder de vioolconcerten. Het is een monumentaal werk. Ik vergelijk het altijd heel graag met een kathedraal waarin ja, ieder bouwsteentje op de juiste plek staat en klopt. En ja, het is een muzikaal architectonisch hoogtepunt juist door de eenvoud van het stuk. En ja, het daagt mij elke keer weer uit om nieuwe klank te zoeken. En nieuwe kleuren te zoeken en ja, zonder afbreuk te doen aan die prachtige structuren die Beethoven natuurlijk heeft geschreven. We nemen afscheid van een enthousiaste Lisa Jacobs en sluiten daarmee deze serie van de podcast De Verdieping af. Nu gaan we genieten van de juniconcerten 2021.